Nou mensen, vandaag een nieuw natuurprogramma en jij gaat het presenteren en jij bent? Ik ben Anita van Doren en ik heb me aangemeld omdat het leuk leek om een uilenprogramma te maken. En in de loop van het seizoen wil ik u kennis laten maken met allerlei uilensoorten en dan met name de uilen die in het wild van nature in Nederland voorkomen. En misschien ontstaat er wel een wisselwerking met u als kijker en kunt u nog iets betekenen in de bescherming van sommige uilensoorten. Oké. Hey, en hoe gaat jouw programma heten? Hey, Raakballen Joost. Oh ja. Ja, dat is logisch hè. Hey, vertel, wat gaan we doen vandaag? Nou, in deze eerste uitzending wil ik jullie een steenuilenbiotoop laten zien. Weet je wat is Joost? Nee, niet echt. Nou ja, een biotoop is in ieder geval een leefomgeving waar die steenuil voor zou kunnen komen. Want er moet natuurlijk voldoende voedsel te halen vallen. Want anders kan hij er niks doen. Mm-hmm. En dit is een perfecte plek. Oké. Hoezo? Nou, kijk maar eens rond. De steenuil zit van nature in een omgeving bij mensen in buitengebieden waar oude schuurtjes staan. En er moeten ook wat muizen te halen vallen. En als je daar om het hoekje kijkt dadelijk, ja, dan zie je in ieder geval wat takken liggen. En okay, daar kunnen prima allerlei muizen onder zitten. En ja, wat meer kleine vogeltjes en konijntjes en van alles zit daarin qua leven. En ja, daar haalt die steen als een voedsel. Oké. Okay. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer. En nou? Nou, als een erf geschikt is voor de steenuil, dan hangen wij met de werkgroep graag een kast op. En hier hebben we zo'n voorbeeld. Hier hangt er zo'n kast. Van nature gaat die steenuil broeden in holle bomen, in oude schuurtjes, onder kapotte dakpannen. Maar omdat het altijd overal te netjes is tegenwoordig, heeft die steenuil geen broedgelegenheid meer. En vandaar dat wij een kast ophangen. Oké. Okay. Zullen we er even bij klimmen? Ja, we gaan het best doen. Ik weet niet of het lukt om daar bovenin te kijken voor jou. Nou, ik ben lang blij dat ik hier niet van die trap af maas. Nou ja, dit is dus een steenuilenkast. Ja, als ik hem open doe, even de spijker eruit halen. Dan kun je zien dat er een sluisje in is gemaakt. Ik weet niet of het te zien is op camera. Een sluisje daar is er in gemaakt om ook andere holenbroeders te weren, zoals kauwen. Want die gaan er ook graag in zitten en dan bouwen ze de hele kast vol met takken. Dus vandaar dat er zo'n sluisje in zit om het moeilijker te maken. En ja goed, er ligt wat zaagsel in. Dat is omdat die steen al zelf geen nestmateriaal naar binnen brengt. En ja, wij doen dat erin zodat de eieren niet gaan rollen. Oké. Okay. Dan vind ik hier toevallig wel een geld? Oh nee. Een veertje van een steenuil. Dus hij komt er wel. Oké. Okay. Er zit er nou niet in, maar hij komt. Hij is vandaag niet thuis. Hij is vandaag niet thuis. Ja. En in het broedseizoen dan ga ik u zeker in een volgende programma ga ik u zeker steenuilen laten zien. Oké. Okay. Ja. Hey, en soms. Ja, zo'n beestje, blijft die lang in zo'n kast zitten of hoe werkt dat? Nou, het is, op dit moment is het de paarvormingen en half april dan zitten ze wel op eieren. En dan zitten ze een dikke maand op en dan, dan zitten ze met jongen en die zitten dan zeker wel een maand in de kast voor ze echt toe zijn aan uitvliegen. Ja, en dan is zo'n kast weer leeg. Ja, nou, het wil ook wel zo zijn dat de kast wordt ook gebruikt als roestplaats. Dus de oude uilen, zeg maar na het broedseizoen, maken ook gebruik van die kast als roestplaats. Oké. Okay. Ja. Dus die dingen worden goed gebruikt? Die dingen worden goed gebruikt, ja. Anita, steenuilen, vertel eens wat meer. Nou, steenuiltje is echt het kleinste uiltje wat er in Nederland voorkomt. Daar is niet veel groter dan een merel. Mm-hmm. Het is een pittig uiltje en bij onraad maakt hij wippende bewegingen. En produceert hij ook een harde alarmroep. En dat en zijn opgewonden gedrag en zijn
pittige uitstraling, dat maakt in ieder geval dat ik het zelf een heel erg leuk aaltje vind. Ja, ja. En ja. Waar komt die naam vandaan? Nou ja, de Steenaal zegt het inderdaad al. Hè. Hij zit bij steen, bij bebouwing en dan met name in de buitengebieden, bij de boerderijen. Hij is graag bij mensen in de buurt. Oké. Okay. Ja. Hey, en braakballen, de naam van het programma, die had je hier ergens liggen, geloof ik? Ja, nou ja, braakballen zegt iets over alle uilen, hè, want alle uilensoorten die hebben weer een eigen soort van braakbal. Mm-hmm. En ook de vindplaats van de braakballen, daaraan kun je ook iets zeggen over de uilen. Ja, en nou liggen hier braakballen. En ze zijn alleen niet van de steenuil. Die zijn veel kleiner, zal er eentje... Deze is nog wel verser. Twee braakballen. Ja. Ja, heb je ze? Ja, ja. Zal ik er eens eentje openmaken? Doe eens. Nou, daar zitten... Dat is vrij hard, vrij oud al. Maar hier zitten in ieder geval botjes in. Kun je dat ook zien? Ja. Muizenbotjes. En ja, deze braakbal is dus niet van de steenuil, want die zijn veel kleiner. En ik denk dat het van een bosuil is. Oké. Okay. Ja. Maar goed, een braakbal is een braakbal. Een braakbal is een braakbal en alle uilen zijn mooi. Oké, okay. Nou mooi. Moet je straks wel even je handen wassen, hè? Dat zal ik wel doen, ja. Zullen we nou naar de mesthoop lopen? Want hier is een prachtige mesthoop. Wat zei je nou? Een prachtige mesthoop. Ja, het klinkt misschien niet zo fris, maar er zit veel leven in. Hè, voor allerlei muizen, konijntjes, insecten, vogeltjes die gaan daarin zitten. En voor allerlei uilensoorten is dat gewoon ideaal. Want als er niks te eten valt, dan kan er een uil ook niks doen. Oké. Okay. Ja. En waar is die mesthoop dan? Nou, draai maar eens eventjes naar links. Oké. Okay. Maar dit is, ja, het zijn meer takken dan mest, of niet? Ja, van allerlei takjes, maar daaronder leeft van alles. Want kijk maar eens, daar zitten allemaal holen in. Oké, okay, dus dit is dan die biotoop, zoals jij dat noemde? Ja, ja, waar een leefomgeving waar uilen in ieder geval in kunnen leven. En niet alleen uilen, alleen natuurlijk, ja. Anita, hoe weet je of er ergens uilen zitten? Nou ja, misschien ziet u die uilen wel ergens. Hè? Steenuilen die zijn ook overdag actief en die zou je misschien ook overdag kunnen zien. En daarnaast in de avonduren dan roepen die uilen nogal eens. Mm-hmm. Nou, mocht u in ieder geval die uilen signaleren, dan zou het fijn zijn als u contact met ons op wil nemen via de site van LOVO. En dan komt het wel bij ons terecht. En wat kan je dan doen? Nou, dan gaan we, als het geschikt is, dan gaan we zeker ook nog eens inventariseren op geluid. Mm-hmm. En dan gaan we een kast plaatsen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Hey, en we zijn nou zo'n beetje klaar hier, maar we komen hier weer terug, hè? Ja, ik wil jullie ook nog graag laten zien hoe we het geluid inventariseren van steenuilen. Dat kan alleen maar in de periode van februari tot en met half april, want daarna kan dat verstoring tot gevolg hebben in verband met het broedseizoen. Dus dat moeten we voor die tijd gedaan hebben. Oké, okay. Ja. En dat gaan we wanneer doen? In de avond, we komen gewoon vanavond terug. Kom vanavond terug? Ja. Oké, okay, nou. Dan vertel ik daar meer over. Tot straks. Oké. Okay. Zo, Anita. Dan zijn we weer in het donker. Ja. Wat gaan we doen? Nou, we gaan vanavond het roep van het mannetje steenuil afspelen. En dan met name de territoriumroep. Dat is niet ingewikkeld. Nee. En we hopen dat we een reactie terugkrijgen. En zodat dat we weten dat hij er zit. En de mannetje steenuilen die produceren die roep om aan te geven van nou dit is mijn territorium en dit is mijn plekje. Mm-hmm. En ik duld geen concurrentie. Okay. En in ieder geval tijdens de paarvorming is deze roep belangrijker dat je in ieder geval veelvuldig kan horen. Nou, laat maar eens horen dan. Dan zet ik hem aan en dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Okay. Goed luisteren, Joost. Ja, ja. Zo. Ik hoor wel kievieten daar ergens op de achtergrond. Maar daar hebben we niet zoveel aan, hè? Nee.
koffie. Ja, je moet geduld hebben. Ja, ja. Hetzelfde geld horen we helemaal niks aan Joost. Ja, ik hoor iets. Ik hoor iets. Ik hoor een alarmroep. Ja, het is geen territoriumroep, maar ja, ja, het is in ieder geval aan dat hier uilen zitten. Dus dat is al hartstikke fijn. Ik zet hem gelijk uit. Ja, anders word je aangevallen of zo. Nee, nee, maar dan pest het uiltje verder niet. Ah, oké. Okay. Ja. Want het belangrijkste is dat we weten dat hij er zit en het is niet om de uilen te pesten. Nou, mooi. Ja. Hé, hey, dan zijn we klaar. Ja, dan zijn we klaar. Gaan we aan de koffie? Ja, fijn. Oké, okay, nou, dan stoppen we ermee. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay, doei.